Door een hersenbeschadiging in zijn jeugd heeft Gijs van Poelje, zoals hij het zelf noemt, een gebruiksaanwijzing. Dat ik het niet in één keer snap. En dat die andere mensen dan hebben zoiets van, oh, moet ik het 4 keer, 5 keer, 100 keer uitleggen. En dat ze daar dus geen tijd voor hebben. En dat het dan daarop mis kan lopen. Toch kan Gijs met wat begeleiding prima werken. Hij was 9 jaar bode voor een gemeente, maar zit sinds een jaar thuis. Dat belemmert mij in mijn dagelijks leven, zeg maar. Want je voelt je anders daardoor? Ja. Hoe voel je je? Een beetje nutteloos. Met behulp van een jobcoach is hij hard op zoek naar nieuw werk. Maar dat valt tegen. Ergens is dat heel frustrerend, ja. Want zoek maar eens een baan in deze tijd voor mensen zoals ik. Terwijl je eigenlijk zegt, ik kan prima een bepaald soort werk doen. Ja. En daarom hebben de ouders van Gijs een boodschap voor de werkgevers. Jongens, kom, doe eens wat. Hè? Niet al die papiertjes en die regeltjes en 100 vellen wat je in moet vullen. Gewoon werkgevers, doe wat. Ondertussen blijft Gijs hard zoeken naar een nieuwe baan.